Wacht je een moment af. Ja, daar komt hij aan, hoor. Mr. Pink. Oké, jongens, dan gaan we. Aanhel, eventjes niet te blind al de eerste bocht in. Ik ga een klein beetje kijken of ik kan volgen wie, want jullie hebben natuurlijk geen transponders. Ik ga even kijken of ik het een beetje kan volgen wie netjes de eerste 10 ronden, laten we dat doen, dan is het ook niet te lang. De eerste 10 ronden, maar ik denk dat ik een autootje of 3-4 kan volgen. Oké, we gaan. Nee, jongens, nee. 3 lampjes betekent dat hij in pauze staat. Dan druk ik hem uit, dan zie je even niks. Dan gaat hij beginnen met, net zoals echte Formule 1, 1 rood lichtje, 2 rood lichtje, 3 rood lichtje, 4 rood lichtje, 5 rood lichtje. Dan gebeurt er niks. Groen toeter. En dan is het full pool. Nee, Chris, jij moet ook meedoen. Ga. Dus blijf staan en niet wegrijden. 1 lichtje, 2, 3, 4. En dan niet wegrijden. Elke keurigstrijd, jongen. Oké. Team Cruiser gaat op 1. Mercedes op 2. Rustig rijden, want dan win je het meeste. Gewoon. SL op 2. Ik zie een rode GT. Die wordt net door in. Ja. Team Cruiser gaat op 1 nog steeds. Die gaat de eerste achterblijver inhalen. Ja. Dan is de rode groep klaar en de blauwe M500, die zit op 3. Keurig, jongens, keurig. Concentratie. Is soms helemaal niet, ik weet het. Piet Kroes gaat wel netjes. Er is nog steeds op 1. Oh, dat gaat Je zoekt die wat meer onder de lopen. En het nu gaat voor 2 en 3 tussen de 500 en de SL. De 500 ligt op 2, SL op 3. Piet die Groen schrijft van alle banen voor. Het kevertje gaat ook lekker. Het kevertje gaat door, het regenboogkevertje. Oh, de SL heeft even. Ja, onder de mooiste jam komt wat meer door. Ja, jongens, rust aan. Ik begin het tijd uit. Pieti op 1. Blauw 500 op 2. Inmiddels het rode Nitootje. Rijdt ook rustig door. Die ligt op 4. En de SL komt weg. Die komt weg, jongens. Oh, nu moet ik ook omhoog worden. Jongens, pas op. Zwaar is al gereden. Blauwe 500 gaat door. Onze keer die krijgt de shortcut. Ja, dat gaat door. En de rode toewagen, door 4 ligt. Ja. Op. Het blauwe 500 glijdt uit. Op, pas op, jongens. Hardrijders zijn doodrijders, zeggen ze wel eens. Op, dit hoop jij het monstertje coupé te doen. Ja, alles gaat wel. Ja. Ja, maar niet rode met de automaten fouten. Pieti, je moet zeggen, Pieti, broer zijn Duitse rondjes. Ik weet niet wie het is, maar ik moet even naar het koppie kijken wie er uitloopt ervoor. Is dat onze Bert? Ja, dat is de prijsrijder. Bert, de prijsrijder. Keurig, Bert. Keurig. En het rode 500 is... Dat is Ronald, denk ik. Ja. Ja, het zou toch wel leuk zijn als we een keer een allemaal van zonnetje erin hebben. Dan kunnen we het even volgen. Ik vind dat jullie allemaal kunnen rijden, jongens. Ik ga een stuk controleren dan de vorige keer dat we het deden. Ja, het piept die koersetje. Ik ga op het rondje voren. We gaan een rondje voor inmiddels. De rode TRF en de andere toerwagen. Die zitten met elkaar in de strijd.
blauw 500, die geeft even diep terug. Rond 6, Bert. Ah, keurig, ja. Dankjewel, Bert, keurig. Ook mensen in de Suzuki Wagoneer hebben een recht op de baan, hè jongens? Met de roze Suzuki. Ja, de zilveren SL begint ook weer te hervatten. Je gaat toch weer van kleur op en ook. Jammer. Zo, kennen we dit wel een beetje aan. Oh. Het roze wekkingetje. Hè? Is het allemaal Aquila? Dan wil je het wel dit gewonnen worden. Kom op, Julia, wie heeft dat gezorgd? Mij wel, die rondje schat of... Ja, jij hebt voor. Draaier. Maar die mogen nog altijd stoppen. Nou jongens, dit was één. Ik had zelf persoonlijk het idee dat het blauwe 500'tje op 2 was. Daarnaast was op nummer 3 toch echt de Antoine Verbet. Dan is dat het zilveren gezelletje geworden. Ja, al iets nu. Oké. Oh ja, oké.